grijze zaterdag, maar grotendeels droog. Een 25 kilometer wandeling georganiseerd door de Noord-Hollandse Wandelbond, de NHWB, in en om Wees. We starten bij de SC Wees, gelegen tussen de wijk Plan Noord en Hogewij. Die twee wijken zijn een typische wederopbouwwijken uit de jaren 50 en 60. We zijn vertrokken voor de 25 kilometer op zaterdag 5 maart. Sportvelden in Weesp. Het is niet bepaald het mooiste deel van Weesp, hè, waar we vertrekken. Weesp zelf is een prachtige oude vestingstad. De stad Weesp telt bijna 18.000 inwoners en is lid van de Nederlandse Vereniging van Vestingsteden. Weesp heeft een historische binnenstad met ruim 200 rijksmonumenten. En dan denken we niet alleen aan de vestingwerken, maar ook aan de gotische grote of Sint-Laurenskerk en een aantal andere gebouwen. De brug over de Ossenmarkt. Dat betekent dat we Weesp gaan verlaten. Door het graven van een gracht is de Ossenmarkt een eiland in de vecht geworden. De vesting die er staat werd eigenlijk nooit voltooid. De vecht bevindt zich ter linkerzijde. Dan lopen we gewoon langs de vechtoever. Buiten Weesp, tussen het spoor en de Rijksweg. Een klein stukje rust. Met af en toe een auto. De Utrechtse vecht ontstond rond 600 voor Christus als deel van de Rijndelta. En in de Romeinse tijd had de rivier de naam Vectio. In de middeleeuwen was de Vecht een heel belangrijke scheepvaartverbinding tussen de voorloper van de Zuiderzee, want van daaruit kon je Noord-Europa bereiken, en de Rijn aan de andere kant, die onder andere toegang gaf tot wat nu Duitsland heet. Doorstad, Duurstede, en later de stad Utrecht hadden hier onder andere hun economische bloei aan te danken. In de 17e eeuw, de Gouden Eeuw, lieten succesvolle Amsterdamse handelaren langs de Vecht allemaal buitenplaatsen bouwen of verbouwen. We wandelen Muiden in. In 1673 werd in Muiden de Grote Zeesluis gebouwd. Tegenwoordig bedient de sluiswachter voor een paar euro per doorvaart voornamelijk plezierjachten. We passeren de Westbatterij. Een fort gebouwd in 1852 als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het is een zogenaamd torenfort. Het is een beetje heilig, hè? Behoorlijk. Het lijkt wel of de hele polder in de mist ligt. We lopen over de oude zeedijk, het Waterkeringpad. Dat is een wandelroute over de dijken langs het IJ- en Gooimeer, die vertrekt van het Centraal Station in Amsterdam en helemaal loopt tot Huizen. Terwijl wij op de dijk lopen, staat het verkeer op de A1 richting Amsterdam. Heerlijk in de file. Op het Waterkeringpad staan borden en paaltjes met informatie over plekken en gebouwen die je tegenkomt. En we lopen langs Eiburg. De nu zo mooie Diemerzeedijk ter hoogte van Eiburg werd jarenlang gebruikt als stort- en verbrandingsplaats voor huisvuil en chemisch afval. Het gebied raakte ernstig vervuild en werd daarom zelfs gesloten voor het publiek. Inmiddels is het dus weer opengesteld en ligt er wat wordt omschreven als een prachtig stadspark op deze plek, het Diemerpark. Ja hoor. We naderen de Neskio-brug. Dat is de langste fiets- en voetgangersbrug van Nederland, in totaal 780 meter lang. De brug overspant het Amsterdam-Rijnkanaal en verbindt Amsterdam en Diemen met de Diemerzeedijk. De gemeente Diemen was altijd tegen de ontwikkeling van Eiburg. Toen er dan ook behoefte ontstond aan een fietsverbinding van Eiburg naar Amsterdam Centrum, heeft de gemeente Diemen daar niet aan mee willen werken, zodat de brug nu niet op het grondgebied van Diemen ligt, maar nog net in Amsterdam. In de volksmond heeft deze Amsterdamse brug ook alweer een bijnaam, de Palingbrug. We lopen Diemen in, een stukje langs de Amsterdam-Rijnkanaal, vervolgens een heel lang stuk over de Oud-Diemerlaan.
De Muiderstraatweg is bekend onder andere van de Gooische stoomtram. In 1881 werd de tramlijn van het Amsterdamse Weesperpoortstation via de Watergraafsmeer en Diemen naar Muiden en het Gooi geopend. En hij bleef in exploitatie tot begin van de Tweede Wereldoorlog. Een halve eeuw later, in 1990, werd de Amsterdamse tramlijn 9 verlengd van de Watergraafsmeer naar industrieterrein Diemen de Sniep. En we passeren nog de studentenflats waar Wilma een poosje heeft gewoond in haar jonge jaren. Het Diemerbos. We lopen door het Diemerbos. Dat is een natuurgebied tussen Gaasp en Diemen. En het is een jong bos tussen Amsterdam Zuidoost en Diemen. De brug over het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Weesp en Amsterdam oogt oud, maar is het niet. Het Amsterdam-Rijnkanaal loopt tussen Amsterdam en Tiel, oftewel van het IJ naar de Waal. En het verbindt de Amsterdamse haven met het Ruhrgebied in Duitsland. Wat we niet wisten, ontdekken we nu. De spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal is ook toegankelijk voor fietsers en voetgangers. En voor we het weten, is er alweer een eind gekomen aan deze 25 kilometer.